Misschien ook wel leuk, even laten zien. Door het geklungel met de slangetjes is nu dat voorfiltertje leeg natuurlijk. Maar normaal gesproken is dat bij diesels een vet probleem, want er komt er natuurlijk lucht in je inspuiting en alles en dan, ja, dan loopt hij niet goed. En bij andere merken is dat altijd heel gedoe, dan moet weer op vacuüm gebracht worden, dit en dat. Maar Mercedes, of Bosch eigenlijk eerlijk gezegd, heeft daar een pompje zitten. En als ik dat pompje gebruik, dan zul je zien dat zo direct het filter weer vol loopt met diesel. Zodat je geen... Auw, wat is dat heet? geen lucht in je brandstof krijgt. Nou. Oh, sorry, voor de handdoek. Zo. Dan gaan we nu maar eens even starten. Kijken wat hij doet. Nou, daar gaat hij. Oeh, hij is er wel warm van geworden. Nou. Loopt hij nou ook mooier? Ja. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat hij iets relaxter klinkt. Maar ja, goed, die dingen maken altijd lawaai. Dus dat zat een beetje... Ik ga maar eens even een stukje rijden. Kijken wat hij doet. Dag.